Dat waren niet de afspraken die we hadden gemaakt. Dat waren ook niet de toezeggingen die we aan de gemeenschap hadden gedaan. En ik moet inderdaad erkennen dat er heel veel is misgegaan. Met name de manier hoe men gisteren Pagua heeft gevierd in de Palmentuin en bij Wakapasi. Het is een duidelijke situatie dat gezondheid, de veiligheid van onze totale gemeenschap in gevaar is gebracht op deze manier. En dat dit hebben we niet, zeker niet gewild. De opdrachten, de instructies naar de politie waren duidelijk. En mij moet nog echt rapport worden gedaan van waar is het misgegaan. Men heeft wel ingegrepen, maar toen was het kwaad al geschiet. En we moeten dus evalueren. En voor de volgende feestdagen die komen, gaan we ons moeten houden aan de maatregelen die getroffen zullen worden. Zodat we voorkomen dat dit weer uit de hand gaat lopen. Wat ik kan stellen, we hebben zelf de situatie geconstateerd, dat de politie laat is opgekomen. En om ook de mensen af te voeren van de locatie. En ook verder vanuit de waterkant, want ik heb begrepen dat er was een behoorlijke verkeersopstopping ook. En tot 11:30 waren de mensen nog aan de waterkant. De fout is dat de politie is laat opgekomen en de situatie is ook niet vanaf het begin gemonitord.